Sport in Grauw, wereldwijd, maar toch dichtbij. John, een terugblikken op het seizoen. We beginnen even in september met een frisse ploeg ervoor. Een nieuwe uitdaging. Hoe zie je terug op de eerste maanden? Ja, heel goed. We hadden natuurlijk een heel duidelijk plan. En dat was dat we in de zaalcompetitie echt gewoon een hele mooie competitie wilden spelen. Dus de voorbereiding in september die was eigenlijk vooral gericht op de zaal. Waarin we hard getraind hebben, wat meer getraind hebben. Toen hebben we 3 avonden in de week getraind om ons goed voor te bereiden op de zaalcompetitie. En puur de veldcompetitie was, ja, als we bij de eerste 2 zouden eindigen in die competitie, dan hadden wij het goed gedaan. En dat is gewoon gelukt. Dus we hebben toen ook prima resultaten gehaald, maar daar lag niet de prioriteit. Dan die eerste wedstrijd, die win je vrij makkelijk met heel veel doelpunten. Verraste je dat zelf ook? Nu hebben we het over de zaal. Ja. De eerste 3 wedstrijden thuis gingen we boven de 30 inderdaad. En dat verraste mij zeker, want wij wisten natuurlijk niet heel goed wat ons te wachten stond toen we aan de competitie begonnen. Omdat wij als promovendus nieuw waren. Maar toen is gebleken dat we gewoon heel goed kunnen korfballen. En dat er heel weinig ploegen zijn die van ons kunnen winnen als wij echt heel goed zijn. Ja, want ik neem het stapje naar de zaal. Want de wedstrijden die ik daar ook zag, de tegenstanders, ja, die konden jullie spelers nog niet. Maar die waren ook totaal verrast door het spel van jullie eigenlijk. Ja, ik denk dat ze allemaal een beetje verrast waren over de kwaliteiten van onze ploeg. En dat niemand dat vanaf het begin op waarde heeft geschat. En wij zelf misschien ook niet helemaal. Hè? Dat we onszelf ook wel een klein beetje verbaasden. Zeker de allereerste wedstrijd thuis tegen DC. Eigenlijk een van de beste 2-3 ploegen in die competitie. En die veegde weg met 30-20 naar huis. Maar sindsdien houdt iedereen wel goed rekening met ons. Hoor. Ja, heb je maandags wel eens gedacht van, waar ben ik in mijn land? Wat gebeurt hier? Ja, ik heb tijdens de wedstrijden wel eens gedacht van, wat gebeurt hier allemaal? Maar dan op een hele positieve manier uiteraard. Maar aan de andere kant hebben we toen de 2 uitwedstrijden die we tussen die 3 thuiswedstrijden inspeelden ook eigenlijk gewoon vrij kansloos verloren. Dus het was heel erg wisselvallig, ook in het begin. Ja, moet je dan ook schakelen in de trainingen om te zeggen van, hoe gaan we hier als ploeg mee om? De eerste wedstrijden, ja, heel goed winnen, maar dan krijg je een paar keer het deksel op je neus. Had je toen zelf ook, we moeten anders spelen? Ja, we hadden niet per se het doel natuurlijk om bovenin te eindigen aan het begin. Dus iedere wedstrijd die wij wonnen was mooi meegenomen. En als we een keer verloren, ja, dat hadden we ook ingecalculeerd dat ging gebeuren dit seizoen. Dus daar raakten we ook niet direct van in paniek hoor. Uiteindelijk hebben we iedere dinsdag, bespreken we altijd even de afgelopen weekend na. En dan gaan we kijken wat er gebeurd is en hoe we dat de volgende keer beter kunnen doen. En daar gaan we dan in die week vooral mee bezig. Dus ja, het hoort ook een beetje bij deze competitie. Dat je net zo makkelijk kan winnen als dat je wedstrijden kan verliezen. Dus we raakten niet in paniek op die manier. Nee. Als ik het eind van het jaar zie, december, dan zie ik van de spelers die je had, weinig tot geen blessures. Nee, we zijn redelijk fit gebleven. Ja, we zijn, de kwaliteit van de trainingen. Ja, we hebben daar ook bewust wel over nagedacht. Hè. Ik denk dat we eigenlijk wat te weinig getraind hebben. Dus een van de redenen is denk ik ook dat we trainen maar 2 keer 1,5 uur in de week. En dat is voor het niveau wat wij speelden denk ik echt aan de onderkant. Qua aantal uren dat je moet maken. En dat heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat we veel rust gecreëerd hebben. En weinig pechblessures hebben gehad. Hè. We bedenken alleen Jesper heeft 2 wedstrijden gemist met een enkel blessure. Waar je eigenlijk niet zo heel veel aan kan doen. Dat zulke dingen gebeuren gewoon. En verder hebben wij de ploeg redelijk fit gehouden. Dus dat hebben we goed gedaan. Ja, dan de tweede helft in de zaal. Hoe zie je daarop terug? Ja, dat af en toe lig ik daar nog wel eens wakker van. Hoor. Dat is op een positieve manier. Want we hadden aan het begin van het seizoen het doel om in ieder geval handhaving. En te kijken waar het schip zou stranden. En na de helft van de competitie stonden we op de 3e plek. Dus ja, dan ga je je doelstellingen toch een beetje bijstellen. Van ja, zouden we niet gewoon voor de play-offs kunnen gaan? En moeten we dat ook niet gewoon uitspreken dat we daarvoor gaan? Maar gedurende de competitie zag je toch wel dat het heel veel energie kostte. En om 18 wedstrijden echt goed te zijn, dat is niet gelukt. Je zegt dat de doelstellingen bijstellen, halverwege het seizoen. Neem aan dat je daar met de staf, met de spelers ook over praat. Wat vonden de spelers er zelf van? Ja, de spelers gaan zelf ook wel gewoon geloven dat er iets meer in zat dan dat we van tevoren hadden afgesproken. Dus eigenlijk stonden ze wel gewoon achter dat we de doelstelling wat gingen bijstellen. Omdat de handhaving was eigenlijk op de helft van de competitie wel gerealiseerd. Dus ja, dan wil je als sporter ook gewoon een nieuwe doelstelling hebben die een beetje uitdagend is. En dat was deze in ieder geval. En hij was ook gewoon heel reëel. Als je er zo dichtbij zit, dan is die heel reëel. En ja, doelstellingen kun je halen, maar soms haal je ze niet. Nee.
Kwam dat echt uit de spelers zelf om voor de play-offs te gaan? Ja. Er was één speler die aan het begin van het seizoen al zei dat we daarvoor konden. De rest was wat bescheidener. En halverwege het seizoen hebben we gewoon unaniem gezegd, we gaan ervoor. We zien wel waar het schip strandt, maar het doel is play-offs halen. Ja, lukt het net niet? Hoe zuur is dat? Ja, dat was wel heel erg zuur. Ja. Uiteindelijk hebben wij de wedstrijd tegen Unitas uit, die er eigenlijk drop of eronder was, hebben we echt nog een keer gepiekt. Hebben we echt goed gespeeld. Ja. Ik denk dat na die wedstrijd een klein beetje de ontlading is geweest van dat we al de play-offs gehaald hadden. We hadden nog één puntje nodig. Ja, en dat er dan de laatste twee wedstrijden is dat helaas niet gelukt. Ja. Hoe reageert de groep daarop, John? Dan moet je wel weer het veld op. Teleurgesteld natuurlijk. Hè? Als sporter zijnde wil je gewoon winnen. En ik vind ook dat dat hoort. Als je iets wil halen heel erg graag met z'n allen en je haalt dat uiteindelijk niet. En je hebt er met z'n allen knijterhard voor gewerkt. Dan mag je daar best teleurgesteld over zijn. Ja, en dat moet ook. Zie je dat weer terug op het veld? Of zie je dan weer een gretige ploeg op het veld? Nou, we hebben na de zaal bewust even twee weken helemaal niks gedaan. Dus dat iedereen even de kop leeg kon maken en lekker even tijd voor wat andere dingen gedaan hebben. Toen hebben we na de zaal hier weer even met z'n allen bij elkaar gezeten van wat gaan we nou de komende 8 weken doen. Ja. Qua competitie was er voor ons niet heel veel te halen. Hè. Een competitie met LDODK, DOS 46 en Unitas, drie ploegen die volgend jaar Koninklijk spelen, hadden wij niet de intentie dat wij nummer 1 zouden worden. Of je nou 2, 3 of 4 wordt, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Dus we hebben de prioriteit eigenlijk alweer een beetje verlegd naar volgend seizoen. Waarin we op de trainingen heel erg bezig zijn geweest met het individu. Kijken hoe kunnen we iedereen weer een stapje beter maken. En eigenlijk heel weinig aandacht besteed aan de wedstrijden. Dus heel erg gericht op beter worden. Ja, op het volgende seizoen heb je het dan echt over de zaal? Ja. Wat voor kant wil je zelf? Wat wil je uit? Echt die zaal, wat je veel korfbal topploegen ziet, echt gericht op die zaal? Ja, kijk, veldkorfbal is natuurlijk hartstikke leuk. Zeker als het gewoon goed weer is. Maar de ploegen waar wij tegen speelden, zijn gewoon beter dan dat wij zijn. Dus het was niet reëel om te denken dat we daar echt wat te halen viel. Dus de eerste 3 wedstrijden werd ik ook vrij kansloos verloren. We hebben toen ook heel bewust het gast wat afgehaald en vrij kansloos verloren. Maar het mooie van het noorden is dat je daar de bekercompetitie nog hebt. Dus we hadden echt vrij snel als de prioriteit qua resultaat op de beker gelegd. Dat we heel graag eerste finale wilden halen. Dat was gelukt. En op het moment dat we de finale gehaald hebben, hebben we ook duidelijk gezegd, dan gaan we ook gewoon de finale willen winnen. En toen hebben we 2 weken heel bewust een plan gemaakt hoe we dat uiteindelijk moesten gaan doen. En daar zijn we mee aan de gang gegaan. Ja. Nou ja, we hebben de wedstrijd gezien dinsdag. Ongelooflijk slecht weer. Ja. Maar dan weet je hem ook nog. Ja, dat weer was ook niet helemaal in ons nadeel. Hè. We hebben echt een heel mooi plan gemaakt om het tegen een ploeg die op individuele kwaliteit gewoon echt veel beter is dan wij zijn. Op veldkorfbal heb je gelukkig geen schotklok. Dus je kunt allemaal wat geduldiger en wat langer de tijd nemen om een goal te willen maken. En we hebben geprobeerd er echt een hele saaie wedstrijd van te maken. Maar te kijken of wij hem echt konden winnen. En dat is gelukt. Is dan het plan van je eigen spel om te zeggen goede afspraken met elkaar maken, tactisch goede afspraken maken, en dan komt de tegenstander niet aan de pas, of aanpassen op de tegenstander? Nou, we hebben natuurlijk gekeken dat, kijk, LDODK heeft gewoon een betere ploeg dan dat wij hebben. Dus als we gewoon van bank zouden spelen zoals we het normaal doen, dan zouden we hem niet winnen. Dus wij willen eigenlijk heel erg weinig aanvalstijd aan LDODK geven. Ja. En dat is wel leuk als we dan terugkijken dat wij van de 60 minuten 40 minuten de bal hebben gehad en zij maar 20 minuten. Dan is dat plan perfect uitgevoerd. En dan worden zij wat ongeduldig en dan kunnen ze niet doen wat ze graag doen. Gewoon lekker korfbal spelen. En op een gegeven moment wisten zij echt, denk ik, niet meer precies hoe ze het moesten veranderen. En wij hielden ons de hele wedstrijd door aan het plan. Ja, dat weet je. Is dat de slagroom op taart? Ja, nou, dat zeg je, dat zag je wel mooi. De ontlading was echt heel tof. En het is mooi om te zien, ondanks dat het weer, het was heel veel publiek bij, er was veel belangstelling voor en het was echt een feestje om die wedstrijd te mogen spelen. Ja, maar ook dat je zegt, dit had de ploeg naar de play-offs echt even nodig om ook een prijsje te pakken. Ja, ik denk dat je dat wel mooi verwoordt, hè? Net dat in de zaal het eigenlijk niet een bekroning is geweest, op toch ook een heel mooi seizoen, want ondanks dat we het net niet gehaald hebben, hebben we een heel mooi seizoen gehad en dat eindigde een beetje in een mineurstemming. En dit was misschien wel de ontlading van het hele seizoen. Gewoon van een heel mooi, een heel knap seizoen. En dat eindigt dan
perfect, zeg maar, met een beker. Ja, vind ik het wel knap dat de ploeg 8 weken dit een beetje in het hoofd kan houden. En dan op zo'n dinsdagavond even knallen. Ja, daar hebben we net ook gezegd. Hè. Je kunt als plan hebben dat je dinsdag 4 juni nog 1 keer wil pieken met z'n allen. Maar dat dat ook daadwerkelijk gebeurd is wel heel erg knap. Ja, want het plan dat wij hadden, dat lukte in de eerste 2 wedstrijden niet hoor. Tegen LDODK en Unitas hadden we hetzelfde plan, maar toen was de uitvoering nog een stuk minder. Dus ik had niet gedacht dat wij het zo zouden uit kunnen voeren als dat ik het in mijn hoofd had. Maar dat hebben ze wel gewoon heel perfect uitgevoerd. Ja. Nou, en dan ontlading. En het is de verdienste van de club. Ook voor jou trouwens. Je hebt je contract verlengd in december dit jaar. Hoe zie je terug op het hele jaar voor jezelf? Ja, mooi. We hebben heel hard gewerkt, ook als staf, om er een mooi jaar van te maken. Met echt het doel om in de zaal te vlammen. Nou, dat is gelukt. En uiteindelijk nog 1 keertje vlammen in de beker winnen. Dus ik denk dat we een heel mooi seizoen hebben gehad met mooie herinneringen. En waar we over 1 jaar of 10 nog, denk ik, met heel veel plezier op terugkijken. En dat doe ik nu dus ook. Ja, je bent ook alweer bezig met het nieuwe seizoen. Je hebt ook alweer nieuwe spelers. Ja, op het moment dat wij wisten dat Marije, de kans is natuurlijk vrij groot dat Marije weg zou gaan. En iedereen gunt dat daar van harte. Dus dat ben je ook altijd eerlijk en transparant over geweest naar Marije toe, hè? Ja, klopt. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het raar had gevonden als ze nog 1 jaar bij ons gebleven hadden. Want er zijn weinig dames in Noord-Nederland die beter zijn dan Marije. Dus zij hoort op dat niveau. Dus dat is helemaal prima. En, dat is ook de kwaliteit van jou, John, dat je gewoon dat open gesprek aangaat met de speelster dan. Hè? Ja, maar ik denk ook niet dat ik heel geloofwaardig was geweest als ik zeg, Marije, je moet bij Midden-Friesland blijven, want dat is heel goed voor je. Nee, maar ja, je mist wel je aanvoerder, je beste speelster. Ja, we missen onze beste speler. Dat gaat wel een uitdaging worden, maar daar lopen we ook niet voor weg. Nee. Uiteindelijk is nu de truc om te zorgen dat iedereen die wel blijft, gewoon beter wordt dan dat ze vorig jaar waren. Er zijn nu al 2, 3 speelsters die naar Midden-Friesland gaan. Staan er meer op het lijstje? Nee, we hebben heel bewust gekeken naar wat we graag wilden. We wilden 1 of 2 meiden erbij die van het niveau van de bovenkant waren. Zodat we het gat van Marije een beetje op kunnen vangen. Met meerdere speelsters? We hebben een paar gesprekken gevoerd. Hè. De ene is wat enthousiaster en sommigen die hebben na 2 gesprekken gezegd dat ze toch liever bij hun eigen club en voor hun kans gaan. Is ook helemaal prima. We zijn heel blij dat Sabine Visser van CSL wel de stap heeft gemaakt. Dus aan de meidenkant gaat 1 weg en komt er 1 bij. En verder komt Niels Lap van KVW over om hier nog 1 keer te kijken of hij nog iets een impuls aan zijn korfbalcarrière kan geven. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Verder hou je de ploeg compleet? Verder blijft iedereen. Dus ja, Marije gaat, er komen wat mensen bij. Dus er verandert niet heel veel. Maar ja, onze beste speelster gaat weg. Dus dat is wel voor ons een aderlating. Ja, ja. Al met al heel tevreden over dit seizoen. Wat zijn de uitdagingen voor volgend seizoen? Of ga je in de vakantie even lekker op een camping denken van ik ga mijn plan nog eens even trekken? Nou, ik ben niet zo'n kampeerder, dus de camping zal het niet worden. Maar wij wilden natuurlijk ieder jaar het een beetje... Ik dacht dat je lekker op een camping zat. Nee, helaas. Ik ben een luxe poes, het moet een beetje luxe zijn. maar ieder jaar willen we een stapje maken. Hè? En wij gaan natuurlijk het 3e jaar in. Dus eigenlijk willen we het beter doen dan dat we afgelopen jaar gedaan hebben. Dus we hebben nu in de zaal net de play-offs niet gehaald. En het doel zal zijn om te kijken of we dat volgend jaar wel kunnen halen. Dat durf je nu al uit te spreken. Dat je zegt van dat wordt ons doelstelling. En daar gaan we vooral in de zaal aan werken met elkaar. Ja, daar gaan we gewoon voor. Wij hebben vorig jaar laten zien dat we echt met de topploegen op dit niveau mee kunnen. Nu is het aan ons om wat stabieler te worden in de uitwedstrijden. Vooral tegen de ploegen aan een beetje aan de onderkant van de competitie. Daar hebben we iets te veel punten laten liggen. Ik denk als we daar wat stabieler in worden. Dit jaar hebben we 20 punten gehaald. Dus als we 21 punten halen hebben we het al beter gedaan. Dus ik denk dat dat een hele mooie doelstelling wordt. En dat we daar knijterhard ons best voor gaan doen. Eerst lekker even op vakantie. We gaan eerst lekker even op vakantie, ja. Bedankt voor de samenwerking. We gaan ervoor volgend jaar weer. Zeker Walter, jij ook bedankt. We zijn er weer bij. Sport in Grauw. Wereldwijd, maar toch dichtbij.